Dennis Slichting, ga maken onze hardloper van ons restaurant. Paling uit eigen rokerij op toast. Maken eerst de toastjes, dat doen we in het apparaat. Dan heb ik bietensalade gemaakt. Heb ik aangemaakt, de bietjes aangemaakt met appelazijn, met suiker en vermengd met een beetje zoutpeper en de rookolie, olijfrookolie. Als we een zeef even een beetje uitlekken, dat de vocht er een beetje uitloopt, anders loopt het over het bordje heen. Die ga ik nou in een vormpje doen. Dat niet het vocht, eventueel vocht eruit loopt, in de palingtoast loopt. Deel voor garnering, een simpele kleine salade. Alsjeblieft, onze palingtoast uit eigen rokerij.